Dit is Flevoland van zaterdag 30 april. Snelle boten, spektakel op het water. Het kon weer allemaal op de Nationale Reddingbootdag. Op Urk en hier bij de KNRM in Lelystad. Het is fantastisch om nu al die mensen weer te zien en lekker te varen. En alle donateurs op die manier weer een cadeautje te geven voor hun mooie donaties in al die tijd. Maar de KNRM Lelystad heeft nog wel een probleem met zwaar weer. Zoals eerder dit jaar toen het boothuis door hoge golven onbereikbaar was. Toen het schip in nood was, kon Lelystad niet uitvaren en kwam KNRM Urk te hulp. Dus het boothuis ligt nog waar het ligt, dus daar moet nog wat aan veranderen. Ik zie ook dreigende luchten als het stormt. Wat dan? De maatregel die we nu hebben genomen is dat we zorgen dat we toch nog over het ponton kunnen komen, ondanks dat het slecht weer is. Dus dan nemen we overlevingspakken mee. Dat is natuurlijk maar een tijdelijke oplossing. Er is alweer lange tijd een betere optie. Die optie is dat we eigenlijk maar een klein eindje opschuiven. Dus bij storm hebben we daar een veel betere entree dan op dit moment. Maar dat verplaatsen van het boothuis laat lang op zich wachten. De gemeente moet daar nog een besluit over nemen. Nou, dan hoop ik dat we dit najaar, voor het stormseizoen, dat we daar kunnen liggen. Dat we dan een goede golfbreker ervoor hebben liggen. Bij de KNRM op Urk was het intussen groot feest. Het mooiste is om met zo'n snelle reddingsboot naar buiten te gaan. En onze donateurs willen dat heel graag. Dus we nemen ze mee. En dan buiten hebben we een reddingsvlot liggen. We hebben nog een ribboot erbij. En dan maken we wat golven. En dat is altijd heel leuk natuurlijk. Dat is hartstikke leuk. Ook voor die kleine. Ja, vind jij het ook spannend? Nee. Niet? Nee. Maar ze genoten er wel van eenmaal op de boot. Ook burgemeester Kees van den Bos van Urk, die voorzitter is van de KNRM Urk, stond in een lange rij wachtende. Het is natuurlijk vooral leuk om dit te doen. En inderdaad, het mag gelukkig weer na 2 jaar. Daar zijn we blij mee. Goed voor de KNRM. Stukje promotie, absoluut. De reddingsorganisatie bestaat uit vrijwilligers en moet het vooral hebben van de donateurs. Dit is eigenlijk een dag van de donateurs. Dat is in eerste geval. Maar ook voor hen. Vanmorgen waren er ook mensen die waren geen donateur. Maar die zagen die boot en die zeggen wij willen een donateur worden. En dan willen we uiteraard ook even een rondje meevaren. Ik zal eens even kijken vandaag wat het inhoudt inderdaad. En dan gaan we het eens even in overweging nemen. Ja. Waar hangt het vanaf? Wat ze doen, wat ze betekenen voor de maatschappij, voor de mensen op het water. Ja. Maar het is ook mooi, een blijk van waardering en je kunt even in de wereld van hun kijken wat ze doen, hoe dat gaat.